Wie als eerste over de gevaarlijkste brug is, die wint. Hier staan 50 dozen die samen één brug vormen. Rutger en ik moeten om de beurt de juiste keuze maken om de brug over te komen. Maar maken wij de verkeerde keuze, dan zakken wij erin en eten wij als straf het heetste of zuurste gerecht van de wereld. Nuttig. En die worden elke ronde heftiger. Wie uiteindelijk als eerste over de brug is, wint deze pinpas met 1000 euro. Oh. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Nou, Rut, heb je er zin in? Ja en nee. Ik heb zin om te winnen, maar ik heb niet heel veel zin om door de brug te zakken. Nou, sorry alvast. Het gaat superleuk worden. Wat is de like goal? Nou, 25 stappen, dus ik denk 25.000. En als we de like goal halen, dan ga ik dus die 1 miljoen party organiseren. Maar ja, dan moeten jullie wel eerst eventjes abonneren om de 1 miljoen te halen. En jij kan dus bij die 1 miljoen party zijn. Zorg dat we die like goal halen, want dan ga ik mede een aantal mensen uitkiezen. Laat in de reacties weten op hoeveel de abonneeteller staat nu jij deze video kijkt. We zijn er bijna, toch? Bijna. Ik word zo zenuwachtig hiervan. Maar ik ben nog veel zenuwachtiger voor wat we nu gaan doen. Daar gaan we. Dit is het begin van de brug. En aan het einde van de brug staat dus een pinpas met 1000 euro erop. En die ga ik natuurlijk binnenslepen. Nou, dat denk ik niet. Zullen we gaan kijken wie als eerste een stap gaat zetten? Je weet dat als je in de doos valt, dat je dan iets heets of iets heel zuurs moet eten. Oh, ik weet het. Oké, daar gaan we. Steen, papier, schaar. Oh. Jij? Ik weet niet of ik daar blij van word. Wat ga je kiezen? Ja, rood is wel een beetje mijn kleur. Dus ik denk dat ik voor rood ga. Daar gaan we. 3, 2, 1. Oh! Dat betekent dat ik de volgende keuze mag maken. Ik durf niet. Ik ga denk ik voor blauw. Ja? Ik ga op jou steunen. 3, 2, 1. Oh! Dat betekent dat we naar de eettafel gaan. Ben je klaar voor Thomas? Nee, ik ben hier totaal niet klaar voor. Hier zitten dus de heetste en zuurste gerechten onder van de wereld. Ze komen uit Amerika, uit Japan, weet ik het allemaal. Dus ik zou zeggen, kies maar iets. Ja, mijn voorkeur gaat... Ik weet niet waarom, maar ik wil deze. Doe jij het namelijk, ik ben bang dat er een van het beest onderuit komt. Oké, daar gaat hij. Gummy combo hot pepper. Volgens mij is het een heet snoeppepertje. Ik wil dit niet. Oeh, drie kleuren. 3, 2, 1. Eet maar. Lees ik terwijl even wat je aan het eten bent. Oeh. Het is extreem heet. Ik proef wel iets heet, maar niet extreem. En de rode dan? Oh! Is dat heet? Oh ja. Oh. Dit is niet goed. Stik nog even voorzichtig, dan ga ik terug naar de brug. Nou, ik ben een klein beetje een soort van bijgekomen. En het is heel erg, want we zijn pas bij de tweede doos. Yes, succes. Maar ik moet dus nu de route onthouden. Gelukkig is het nu nog makkelijk, dus hier begin ik. Ja. Nou, als het goed is, kan ik dus ook hier staan. Ja, alleen nu wordt het lastig. Straks zak je er alsnog doorheen. Het is nooit drie keer rood, dus ik ga nu voor blauw. Weet je het zeker? Nee. Oh! Ja! Nee! Mijn volgende keuze wordt rood weer. Maar dat durf ik helemaal niet. Jawel, dat kan je. Maar straks val ik, 3, echt. 3, 2, 1. Nee, maar dat durf ik niet. Ja, doe maar. Weer goed! Ja, dit vind ik echt niet leuk. Hoezo kan jij dit? Ja, weet ik veel. Ik ben ook blij dat ik eindelijk iets kan. Nou, Rut, maak je volgende keuze en doe het alsjeblieft fout. Rood. Ik probeer weer even in te voelen, net zoals ik bij de eerste paar stappen deed. En mijn gevoel zegt deze. Ja. Dat is heel fijn. Huh? Wat is dit? Waar komt het vandaan? Het lijkt een soort van eendje. Ik ben er nog steeds niet over uit wat het nou is. Maar ja, misschien kan ik het jullie zo meteen vertellen. Nou, Rut, daar ga je. Even een goede hap. Vind je het lekker? Mm-hmm. Nee. Een fireball. Echt maar een klein beetje pittig. Ja, het is niet mijn straf, maar ik wil het eigenlijk ook proberen. Kaneel? Lekker. Nee, ik ga gewoon de volgende ronde doen. Ik neem er één mee. Maar nu wordt het heel spannend. Ik denk dat ik voor blauw ga. Ja? Ja, ik ga voor blauw. Daar gaan we. In 3, 2, 1. Goed. Yes. Oh. Wil jij voor mij kiezen? Ja. Blauw. Echt? Ja. Oké, ik doe het gewoon. Daar gaan we. Oh, nee! Wil je nog een keer kiezen? Blauw. Echt? Ja. Oh, dit deed wel een beetje pijn. Heb je nog een beetje trek? Nou, wel in jouw pokeballs, maar niet in wat hier staat. Ik denk dat ik voor deze ga. Daar gaan we in 3, 2, 1. Oh, deze heb ik al een keer op. Echt? In een video. Vreselijk. Ik gaf er volgens mij 1 ster, dus nou, succes. Heerlijk, deze aanmoediging. Ik ruik het al helemaal. Dat is mijn nieuwe parfum. Die heb ik van jou gekregen. Ik ga het gewoon proberen.
Ja, op het begin is het nog een beetje appelsmaak. En dan? Oude sokken. Oh ja, ja, ik proef die nooit, dus dat weet ik niet. Ja, ik weet niet. Dat is meer jouw ding. Ik vind het nog wel meevallen. Echt? Ja, maar zie je, het bewijst dat je eigenlijk geen smaak hebt. Letterlijk en figuurlijk. Ik ga voor jou kiezen. Oké, okay, is goed. Je gaat voor blauw. Echt? Ja, blauw. Ja, maar dan lig ik straks in de ravijn. Kom, doe. Ik voel het gewoon. Ik durf het niet. 3, 2, 1. Ik kan het niet. Nou. Kunnen we even dit herhalen? Dit was dus het meest mannelijke moment van Rutger vandaag. Nou Rut, ik heb gekookt. Kies wat je wil eten. Nou ja, het smaakt waarschijnlijk hetzelfde. Dus wat is dit nou weer? Vissenvoerig. Weet je waar me dit aan doet denken? Direct een memory unlocked. Mierenpoeder hadden we vroeger in de keuken. En dan lag het wel eens op de grond. Eet geen mierenpoeder. Oeh, ja echt extreem zuur snoep. Ik kan niet tegen zuur. Ik hou de kotsbak gereed. Oh, ze zijn maar heel klein. Ja, maar dat wil niks zeggen. Oké. Je kan het. In 3, 2, 1. Oh! Oh, nee, je hebt geen zin in! Hoe? Het wordt steeds erger! Ik ben volgens mij helemaal aan het tranen, of niet? Laat eens kijken, hé, Tom. Ik zit een gat in. Nee. Ja, echt. En jouw hand? Ook. Daar ook! Zoals ik al zei, ga ik een 1 miljoen party organiseren waar jij bij kan zijn. En daar moet je het volgende voor doen. Zorg natuurlijk allereerst dat je even abonneert, zodat we het halen. Vervolgens moeten we de like goal hier beneden halen. En laat in de reacties even weten op hoeveel de abonneetellen staat nu jij kijkt. Uiteindelijk ga ik dus, als we de like goal halen en 1 miljoen, een paar mensen hier beneden uitkiezen. We gaan weer door. Hey Rut, we zijn bijna op de helft. Ja. En ik ga daar nu voor zorgen. Ik ga voor rood. Slecht nieuws. Zoals je ziet zijn de schalen weer aangevuld met nieuwe extra hete en zure straffen. Dus ja, je hebt weer genoeg keuze. Oké, ik ga voor deze weer. Ik weet niet, ik voel gewoon dat ik hiervoor moet gaan. Oké. Oh. Oeh. Ramen. Ik heb dit gezien een keer. Dit is echt heel heftig. Oh. Moet je eens kijken. Vers bereid, denk ik. Hoop ik voor je. Oh. Moet wel een goede hap zijn. Oké, daar gaan we. Ja. En? Dit is wel heel heftig. Nog iets? Nee. Nee? Dit is echt heel heftig. Zo. Oh nee, dat is echt niet gezond. Kom, we gaan gewoon snel verder. Oh, ik wil er niet meer aan... Oké, ik hoop dat ik nu wat stappen kan gaan nemen. Want het begint nu wel lang te duren allemaal. Ik ga voor blauw. Nee, mijn gevoel is eigenlijk rood. Ja, dan. Nee, jij voelt al dat... Wij zijn hier zo slecht. Nou Rut, het is tijd om weer te gaan kiezen. En ik hoop dat het voor jou ook heftig wordt, want mijn lippen branden nog steeds. Dit wordt Echt? Ja. Oh nee! Nee, nee, deze ken ik. Nee! Yes! Dit is het zuurste snoepje ter wereld. En ik heb hem al een keer geprobeerd en hij is echt heel heftig. Zo erg. Daar gaat hij. Gaat het? Nee! Au. Jongens, ik keur het goed dat hij hem heeft uitgespuugd. Gaat het zo zielig. Dit is niet te omschrijven hoe zuur dit is. Ik ga eens even laten zien hoe dit moet. We gaan voor rood. Ja. En we gaan gewoon weer voor rood. Nee! Hoe slecht zijn wij hierin? Nou, dit moet toch ook even gewoon goed gaan? Jammer. Zal ik anders voor je kiezen? Word ik niet blij van, maar het mag voor een keer. Oké, okay, ja, dit? Dit haat jij. Het is een hele grote augurk. Maar wat is er met die augurk aan de hand? Die is extreem zuur. Oh, dit stinkt. Dit is echt niet goed. Oh, dit is echt heel heftig. Wel doorslikken. Ik ben het echt het goorste wat ik ooit heb gegeten. Omdat jij nooit kookt. Mijn wereld stort in. Ik dacht dat het heel lekker zou zijn. Ik ben dan ook wel benieuwd. Ga je Oh. Ja, helemaal een gezicht trekken samen. Het is augurk met motorolie erbij. Hé, maar Rut, we zijn nu wel voor mijn gevoel op de helft. Ja, dus ik sta op en ik maak vanaf nu alleen maar goede keuzes. Daar gaan we. Hoezo hebben wij zo'n pech? Dit kan gewoon niet. Ik weet ook helemaal niet waarom ik hier aan meedoe. Ja, waarom heb je ja gezegd? Je zei dat het leuk was. Ja, er is een kans dat je 1000 euro van mij krijgt. Oh ja, dat is waar. Maar ik hoop dat ik het van jou krijg. Goed, jij gaat voor deze. Echt? Ja, dat denk ik. Deze ga je. Nee. Oh nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik wilde voor deze gaan. Ja, deze. Popcorn. Maar dus er is waarschijnlijk iets aan de hand met die popcorn. Zou die zuur zijn? Dat weet ik. Oh my god. Oh, wat zit hier op? Is het erg? Oh, heel erg. Waar is vloeistof hier ook? Ik heb dat augurksap op. Ik ga nu plassen. Oh, god.
Godverdamme. Hier, melk. Havermelk, alsof dat helpt. Ja, tuurlijk. Kijk, en hij is weer helemaal op mannetje. We kunnen door met de brug. Oké, daar gaan we. Nu gaat het goed, kom op. Dit is echt gewoon niet normaal. Ik vind het helemaal niet leuk meer. Ja, ik ga gewoon gelijk kiezen, we gaan voor deze. Oeh, Bean Boozle. Normaal gesproken moet je aan het rad draaien en dan krijg je dus een bepaalde kleur en dat kan iets vies of iets lekkers zijn. Nou, je moet nu ook aan het rad draaien. Het enige verschil is dat nu alles heet is. Oké, daar gaan we. Oeh. De Carolina Reaper. Ik denk dat dit hem is. Ik zal even opzoeken. Oh, dat is de heetste. Dat is echt de heetste. Ik denk dat ik vanavond mijn avond op de wc ga doorbrengen. Daar gaan we. Dat vind ik prima. Kan gamen. 2-1. Hij is vies vooral. Wow! Het zit erin! Oh! Ik dacht niet normaal! Troost me! Nee, ja, ik vind het eigenlijk prima, want ik wil winnen. Dus ik zit in dubio wat ik moet doen. Je had bijvoorbeeld de melk even kunnen pakken, maar mij niet uit. Ga je kiezen? Ja. Hij gaat voor blauw. Oh, eindelijk! Even een applaus. Nu moet het... Blauw geeft geluk. Oh nee, of rood. Rood ziet er steviger uit. Oké. Okay. Het gaat fout. Ik ga oversteken. Ik weet niet. Ja, ik durf niet. Ik ga vallen. Oeh, ik sta nog. Oké, nu ga je er even inzakken. Nu gaat het te goed. Nee. We gaan gewoon door. Oh, ik weet echt niet wat ik nu moet kiezen. We komen echt heel dichtbij, dus beter val je erin. Ik ga weer schuin oversteken. Dat ging net goed, dus ik hoop nu ook. Oeh. Nee! Niet waar! Oh my god! Je moet echt stoppen nu! Wat zeg je? Stoppen! Ik hoor je niet, je staat zo ver weg. Nu moet ik wel weer recht oversteken, denk ik. Ah! Nou, wat leuk, de vormen veranderen heel de tijd. Hij is weer aangevuld. Ik vrees het ergste. Wat ga je kiezen? Weet ik niet. Ja, deze. Oh nee, dat belooft ook niet veel goeds. Extreme Sour Apple. Ik ben benieuwd. Oei, het ziet er wel erg spectaculair uit. Die ga jij nu eten? Oh, je doet het al. Oh, nee, niet weer. Is het zo erg? Ja. Nee. Is het echt of is het nep? Ik geloof... Ik vind het een beetje erg. Meen je dit? Sorry, ik mag niet lachen. Wat moet ik hier nu mee? Ja, wil je het uitspugen? Ik ben aan het kwijlen, joh. Het is niet normaal. Denk heel goed na, Thomas, want de pinpas die staat daar en die komt steeds dichterbij. Oh, ik moet nog 7 stappen. Ik heb even geteld. Ik denk dat ik voor blauw ga. Mijn gevoel zegt blauw. Doe het. Ja! Ik heb het goed. Ik denk dat ik nu weer voor rood ga. Bijna mijn enkel gebroken. Het is je niet gegund, hè? Nee. Maar ja, je kan het oplossen door gewoon weer een straf te ondergaan. Beetje the story of my life. Ik ga voor deze. Hier zit iets onder met vlammen. Ik wil dat gewoon proberen. Ik zag hem uitsteken al. Een hele hete lolly of zo. Nou, dat gaan we gewoon doen. Zo ziet hij eruit en ik ga hem dus nu eten. Ik wil alleen maar het stokje zien. 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1,25, 1, 0,75. Was het zo erg? Dit is heel erg! Dit is echt het heetste wat ik... Ja, is toch lekker in deze koude maand? Ik word helemaal duizelig. Nee, dit gaat echt niet. Dit is een melk. Oh, dit is echt het heftigste. Oh, ik raakte helemaal in de stress. Zal ik je naar huis brengen? Nee, ik wil je 1000 euro. Jammer. Maar ja, de challenge moet wel doorgaan. Vind je het goed als ik wel een stap zet? Doe je ding. Oké. Ik denk dat het 3 keer blauw is achter elkaar. Ik ga voor blauw. 3, 2, 1. Kan ik het ook een keer zonder gillen? Mag de volgende, als je valt, mag wel iets toeren. Ja. Nou, Rut, ik hoop dat je net zo moet lijden als ik net heb gedaan. Deze. Oeh. Het ziet er weer helemaal leuk uit. Ja. Super Sour Gel. Appel heb ik al een paar keer gehad. Ik ga voor aardbei. Ik kan geen appels meer zien. Nee. Het is dus een soort knijpsubstantie. Oh, oeh. Jelly. Zo? Oh, oké. Ik ga het eten. Doe het. Nou, ik ben er echt klaar mee. Dit is niet zo erg als die andere dingen, maar het is gewoon goor. Dus je stelt je gewoon aan. Lekker! Nee, dit viel alles mee. Dit viel mee. Ik ga je nu inhalen. Kijk even hoe dichtbij we zijn. En ik ga dus nu gewoon naar die hoofdprijs toe. Daar gaan we. 1, 2. Oh, nee! Wow. Ik maak een grapje, maar dit is voor de eerste keer dat het goed gaat. En ik ga voor... Oh, ik ben nu zo dichtbij. Ik moet het goed doen. Ik ga voor blauw. Oh! Nee, ik wil niet meer. Kijk, nu pas begint dat hete weg te gaan van net. Echt? Nu begin ik me beter te voelen. Nou, dan wordt het tijd om het aan te vullen. Ik zou zeggen, kies maar iets.
Ja, voor mij voelt het niet erg. Ik ga gewoon voor deze. Oeh, dit ziet er een beetje hetzelfde uit. Waarom heb ik vooral heet vandaag? Dit is de heetste gummybeer van de wereld en jij gaat hem eten. Waarom doe ik dit ook weer? Succes. Oh, kijk hoe zielig die eruit ziet. Maar dat maakt het juist eng, want het is zo klein dat het waarschijnlijk echt extreem is. Nou, het zit goed verpakt. Oeh, niet laten vallen, hè. Dat zou zo zonde zijn. Hoezo doe jij zo sarcastisch? Jij hoeft het niet te eten. Oké. Okay. Waarom? Ik ga het gewoon doen. De heetste gummybeer in 3, 2, 1. Even goed kauwen. Het duurt even. Dit kan nooit goed gaan. Nou, tot nu toe valt het. Oh. Wat moet ik doen? Geef melk. Waar haal ik nou weer melk vandaan? Oh, het is echt heel erg. Oh nee, er valt ineens melk uit de lucht. Oh, het is echt heel erg. Een spuugbak. Je hebt hem helemaal op, of niet? Nee, hij ligt daar. Oh, ach, wat zielig. Dit is echt het heftigste ooit. Kijk, maar ik ben helemaal aan het huilen. Ja, hij is helemaal vies. Oh, je bent helemaal aan het huilen. Nee, het is echt niet leuk. Doe dit niet na. Wat voor cijfer geven we net qua heetheid? Een 110. Het brandt nog steeds. Mijn lippen branden als een gek. Dus als je denkt, het is vuurrood, dat klopt. Ik was nu eigenlijk bij de laatste keuze. Maar de laatste keuze is dus nu voor Rutger. En als hij dus nu goed kiest, dan heb je gewonnen. Het is echt de allerlaatste. Kom op, Rut. Die. Ja. Nou ja, dan deze. Maar nu. Oh, ja, kies alsjeblieft fout. Blauw of rood? Oh, dit is de belangrijkste keuze van heel de challenge. Normaal gesproken was ik voor blauw gegaan, want mijn naam Rutger staat altijd in het blauw geschreven op onze boeken. Maar om een of andere reden heb ik vandaag rood aangetrokken. Misschien is dat een teken... Dat je rood niet moet kiezen. Nee, dat ik rood wel moet kiezen. Nou, ik ga voor je aftellen. Ben je er klaar voor? Nee. 3, 2, 1. Die. Oh, nee! Waarom twijfelde ik nou? Maar nou, loop maar. Daar gaat hij. Yes! Hier is de pinpas met 1000 euro. Echt heel jammer dit. Rut, omdat ik heb gewonnen, bespaar ik je het laatste gerecht. En ik ga zo meteen lekker winkelen. Dat is 1000 euro waard. Heel veel plezier. Ik zou zeggen, vond je het een leuke video? Doe eventjes een duimpje omhoog. Wil je meer van Rut gezien? Klik dan op zijn hoofd die hier in beeld komt. Bedankt dat je mee wilde doen. Nou, graag gedaan, I guess. En natuurlijk wil ik Vibes Eindhoven bedanken voor deze super toffe locatie. En ik zie jullie gewoon in het nieuwe jaar met een splinternieuwe video. Dus bedankt voor het kijken. Doei!